Ja, stevig debat met minister Bart Somers. Welkom opnieuw in de studio. Die aangestoken brand in een toekomstig asiel- of opvangcentrum in Bilze blijft nazinderen, ook na racistische haatpraat op sociale media. Een debat dat nazindert tot hier dus in het Halffront, mee aangevuurd door hier bij ons Philip de Winter in de studio. Goedemiddag. Goedemiddag. U moest zelfs verwijzen naar familie, uw vader destijds, omdat de verwijten al richting Hitleriaans gingen. Hè? Ja, dat maakt u zeer boos. U voelt zichzelf gestigmatiseerd, zegt u? Ja, absoluut. Ik had een zeer groot déjà vu gevoel. Ik draai al wel wat jaren mee in dit en in het federale parlement. En ik dacht dat ik ongeveer alles had meegemaakt, maar nu stel ik vast dat minister Somers, die dan toch de minister is van Samenleving, die eerst een pleidooi houdt om niet te stigmatiseren, niet te polariseren, dan in één moeite door, in de volgende zin, mijn fractie en mezelf vergelijkt met de nazi's in de Rijksdag. Ja, bedoel, daar heb ik niet van terug. Mijn vader is inderdaad weggevoerd toen de universiteit in Leuven sloot. Hij was een student medicijnen, ja. Dokter, opgesloten in het panderijtje in Brugge, uiteindelijk verplichte werk gesteld in Duitsland, in de Messerschmitt-fabrieken. Kijk, ik pik dit niet en ik heb dan ook aan de voorzitter gevraagd om deze beledigingen uit het verslag te schrappen. Ja, want dat wordt alles wordt genoteerd hier, ja. Letterlijk woord na woord en dat moet er dan uit. Het gebeurt niet vaak, zoiets, maar... Dat gebeurt nu en dan, het is uitzonderlijk, maar ik eis dit wel, want ik pik dit niet. En het is natuurlijk symptomatisch. Mag ik even voorleggen, want het gaat over dat incident dan zelf van dit weekend. Voor de duidelijkheid, u veroordeelt dat, zegt u. Het is crimineel. Maar wat de anderen natuurlijk zeggen, is dat uw partij een bepaalde atmosfeer creëert, negatieve gevoelens ten aanzien van asielzoekers. Een negatieve atmosfeer die dit uiteindelijk of die mensen over de streep trekt om dit te doen. Nee, op geen enkel moment. Ik denk dat het juist het omgekeerde is. Ik denk dat wij het ventiel zijn langs waar heel wat overdruk ontsnapt in de samenleving. En die overdruk is er omwille van de ongebreidelde immigratie richting ons land. Ik heb er ook naar verwezen. Het aantal asielzoekers stijgt toch maar eens met 15% dit jaar. Op 2 jaar tijd met 35%. In andere landen in Europa daalt het, omdat men daar het strenger aanpakt. En dat is het echte probleem. En wat men nu probeert te doen, is iedereen die immigratie kritisch is, uiteindelijk te stigmatiseren en te compromitteren met die brandstichting en geweld om de immigratie-kritische burger en partijen monddood te maken. En dat hebben we nog gezien in het verleden. En de eigen echte politieke pyromaan in deze is Bart Somers, die in feite niks anders doet dan zijn partijgenoten Maggie de Blok uit de wind zetten. Ja. En ik vraag me af, vindt de N-VA dit allemaal oké? Okay? Vindt de N-VA dit allemaal prima? Wat Somers nu doet, hij speelt de sidekick van Maggie de Blok. Niks meer, maar ook niks minder. Ik kom dadelijk even terug op de N-VA, want daar zagen we vrij lauwe reacties op de toespraken van Bart Somers. Althans geen enthousiast applaus, meer er straks over, maar over die atmosfeer die men dan aanhaalt als je naar een campagne gaat, zoals uw partij, waar je zegt dat ons land de rode loper uitrolt voor asielzoekers, terwijl Vlamingen zelf amper rondkomen of een klein pensioen krijgen, dan voed je natuurlijk met argumenten bepaalde emoties. Sommigen gaan die misschien inzetten om dit net te legitimeren. Dat is nooit onze bedoeling geweest en het zal ook nooit onze bedoeling zijn. Wij willen via democratische weg uiting geven aan wat leeft bij de bevolking. En wij zeggen daar op een ongezouten manier luid op wat de man in de straat denkt. En dat moet ook kunnen. En dat er soms mensen zijn die misbruik maken daarvan om uiteindelijk dit soort van criminele daden te stellen, dat is laakbaar, dat moet veroordeeld worden. Dat is een crimineel feit, moet gestraft en streng gestraft worden. Maar wij zijn daar niet voor verantwoordelijk, wel in tegendeel. Wij wikken en wegen onze woorden, laat dat heel duidelijk zijn. En ik denk dat wij eerder een verzachtend effect hebben op veel van die mensen die soms gefrustreerd zijn, die soms ten einde raad zijn en die niet altijd, zoals politici in een parlement, de gave van het woord hebben en op een erudite, academische manier kunnen polemiseren. En die dan soms in een vlaag van waanzin soms in een emotionele bui dingen doen waar ze zich wellicht later heel erg veel spijt van hebben. U haalde even N-VA aan, die heeft daar nu als minister in de coalitie Bart Somers. Maar we zagen toch wat aarzeling op die banken, zo'n Bart Somers. Dat is ook een heel ander discours, een heel ander verhaal dan bijvoorbeeld Theo Franken.
die deze ochtend door de partij naar de radiozenders werd gestuurd. Ja, dat klopt. Ik merk dat Bart Somers wellicht de grootste miscast is geweest van deze regering ooit. Want men heeft nu iemand op het thema waar de N-VA het Vlaams Belang op wil bestrijden, inburgering, integratie, immigratie, die het pleidooi van links voert en daar ook luid wordt aangemoedigd. Vandaag was het de PvdA en Groen en de socialisten die enthousiast waren over de toespraak van Bart Somers. Niet de N-VA, wel in tegendeel. Ja, dat is een teken aan de wand en ik voorspel grote spanningen tussen enerzijds Bart Somers, indien hij dit discours aanhoudt, en anderzijds de N-VA. Dit kan niet blijven duren. De spreistand tussen een vleugel Theo Franken en anderzijds wat de N-VA hiervan bakt met Bart Somers, dat wordt bijzonder pijnlijk en zal hen zuur opbreken op korte termijn. Ja, dank u wel, meneer De Winter, voor dit gesprek. U ook bedankt om dit te volgen. En de rest van de vragen, de andere vragen, andere kwesties, het nieuws van de week, kan u zaterdag bij ons kijken. Die zenden we uit vanaf 18 uur op Vlaams Parlement TV.